Vanavond dus weer een editie van Café Doodgewoon. We hebben dat regelmatig omdat we het belangrijk vinden om de dood meer bespreekbaar te maken. De dood is iets wat natuurlijk allemaal ons aangaat. En toch blijft het op een of andere merkwaardige manier toch een klein beetje een taboe. Alles wat om die dood heen is, daar loopt een klein beetje voor weg. En het is juist belangrijk dat je er wel met elkaar openlijk over spreekt. Omdat het ook bij het leven hoort. Dus daar zijn wij mee bezig. Dat doen we vanuit het netwerk Palliatieve Zorg. En we zijn bezig met elkaar om dat elke keer weer mooi vorm te geven. Hopelijk gaat het nu werken, ja. Dat doen we met Jente Bosma, die vertegenwoordigt het netwerk Palliatieve Zorg. Het is ook heel fijn dat ze vanavond is. Ines Oenen, even kijken, zit daar. En Astrid Veldman zit daar. En dan hebben we nog Frank Arkenbout en Marianne Verboom. En die zitten daar. Dan hebben jullie even de gezichten bij. En mijn naam is Michel Daanen. En dit zijn de organisaties die wij vertegenwoordigen. Nou, net werd het al gezegd over de foto's. Het is je ongetwijfeld opgevallen dat we ook allerlei kamers hebben staan. Dat is omdat we sinds een aantal edities hebben besloten dat we het maar eens moeten gaan filmen. Omdat op zo'n avond als vanavond er ongeveer 20 mensen, 25 mensen, soms 30 zijn. En het is juist veel mooier dat het gewoon blijft en dat het meer verspreidt. Want dat is onze missie, dat het gewoon meer verspreidt. En daarom gebruiken we videocamera's waar we opnames mee maken. En die worden steeds beter opgepikt. Ik heb laatst onlangs zo gehoord dat ze ook in opleidingen palliatieve zorg worden gebruikt. Dus onderdelen van wat wij organiseren. Hier zie je een paar edities die we tot nu toe hebben gedaan. We hebben in het Anna's Huis hebben we het gehad over culturen ten aanzien van de dood. Dus alle verschillende godsdiensten hebben we aan het woord gelaten. En ook iemand die geen godsdienst vertegenwoordigt. We hebben het gehad over scanarts. Wat doet die nou eigenlijk? En wat is nou eigenlijk precies palliatieve sedatie en euthanasie? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de regels? Hoe werkt dat allemaal? We hebben het gehad over zingeving. Dat was de vorige keer ook heel mooi vanuit Questio. Ging over dat mensen die tegen de dood aankijken toch vaak met zingevingsvragen zijn, lopen. En hoe ga je daar nou mee om? Dat was ook een mooie discussie, een mooie open avond. En vanavond gaat het dus over de wensenambulance Noord-Holland. En het gaat over het levensportret. Dus, en dat noemen we dan even de bucket list. Dat was het idee hoe we het als bakenbegrip hebben genoemd. De bucket, even gewoon een paar woorden. Als je denkt bucket list, als je dat hoort, wat denk je dan aan? Wat komt op? Een to-do-lijst. Een to-do-lijst. Wat je nog wil. Wat je nog wil. Nog meer? Ja. Bucket, wel eens van gehoord? Of wie had het voor het eerst gehoord? Ja, wel bekend. Nou, we hadden dit als even als containerbegrip. Zo van, als je dan tegen dat einde aan zit, wat zou je nog graag willen? En nou, daar gaan we vanavond heel veel over horen. Omdat de wensenambulance dat eigenlijk voortdurend doet. Maar ook het levensportret zorgt eigenlijk dat mensen nog net voordat ze overlijden hun verhaal kunnen vertellen. Een stukje van voortleven. En dat gaat vanavond ook allemaal door Pauline verteld worden. Dus Seina en Rob die gaan beginnen. En vervolgens gaan we door naar Pauline. En we hebben daarna nog een interactief deel. En dat is omdat we vanuit die thema's van de bucketlist ook wel leuk vinden om nog even echt met elkaar in gesprek te zijn. Want anders dan ga je naartoe en misschien ben je alleen gekomen en heb je iets van eind vanavond. Hey, ik heb eigenlijk helemaal niemand echt gesproken. Dus dat willen we ook graag faciliteren. En we sluiten af met een drankje. En dat is dan echt om het even af te kunnen rollen met elkaar. We verwachten ergens rond 9:30. Is die duidelijk zo? Nou, ik heb nog één ding niet gezegd. En dat is net ook wat Loes heel netjes zei. Als je nou zegt, ik wil helemaal niet in beeld, dat wil ik gewoon niet, dan kan dat. En dan kom je gewoon naar ons toe en dan zorgen wij dat je gewoon niet herkenbaar op camera staat. We proberen ook zoveel mogelijk vooral de mensen die hier staan te filmen. Want dat is voor de kijkers die daarna naar afloop naar kijken natuurlijk het meest interessant vaak. Maar het kan natuurlijk zijn dat hier nou wat glimpen opgevangen worden. Als je echt zegt, dat wil ik echt niet, geen probleem, laat het gewoon weten. Maar normaal gesproken, dan laten we dat gewoon op YouTube zien. Nou, ik denk dat we langzaam toe zijn aan de wensenambulance. Ja. En dat is Rob. Ja. En Seina. Ja. En dan gaan we even kijken of we dat met techniek allemaal goed doen. Ik geef deze aan jou, dan kunnen jullie een verhaal vertellen. En tussendoor hebben we nog filmpjes en dan gaan we even kijken of dat allemaal goed loopt. Vast wel. Oké, ik heb begrepen dat we over 3 kwartier krijgen. Ik doe het saaie gedeelte. En Seina gaat echt de praktijk vertellen. Maar het saaie gedeelte moet ook even verteld worden. Dat is namelijk de organisatie. Dat betekent niet dat ik helemaal niks in de organisatie doe. Ik rij ook, ben ook chauffeur. En ik zit in het bestuur en doe wat aan marketing en dat soort zaken. Maar
iedereen die bij de wensambulance wat doet, we hebben 140 vrijwilligers, die zijn allemaal actief op een of andere manier. En het maakt niet uit wat we doen, als we maar lekker bezig zijn en als we maar goed bezig zijn. En ook even één ding, want Michel gaf dat aan. Het gaat dus niet alleen over mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, maar ook die chronisch ziek zijn. Dat kan zelfs zijn dementerende mensen. Of mensen met ALS of wat dan ook. Daar zou je niet gelijk aan denken, maar ook die kunnen wij bijstaan in hun laatste wens. Ik kan eerst een heel verhaal gaan vertellen, maar volgens mij is het beter om jullie eerst even een beeld te geven. Ik wil ook Michel even vragen om het filmpje even te starten. Michel had het in het begin even over de bucketlist. Je hoort wel eens mensen die hebben een bucketlist wat ze allemaal in hun leven willen doen. Deze wensen, over het algemeen, dat zijn gewoon de menselijke wensen. Nog één keer naar je ouderlijk huis toe. Nog één keer, je zit in een hospice, naar je huis. Nog één keer naar je voetbalclub. Of je bent jarenlang naar Ajax geweest of naar AZ of naar Feyenoord. Nog één keer. En over dat soort wensen gaat het. En wij doen dat niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de familie die dan mee kan. We hebben 2 of soms wel 3 extra plekken in de ambulance. En iedereen kan dan gewoon mee. En bij ons is het ook zo, als we 's morgens beginnen, we weten nooit hoe laat het wordt. En als mensen nog ergens anders heen willen, is het ook goed. We zeggen altijd, we willen vanavond rond 12 uur thuis zijn. En voor de rest maakt het ons helemaal niet uit. Alle wensen zijn gratis. Er wordt nooit over geld gesproken. Wij krijgen geen subsidie, wij zijn afhankelijk wel van donaties en van sponsoring, maar dat lukt allemaal wel. Wij willen op de dag zelf absoluut niet over geld hebben. Het moet voor iedereen mogelijk zijn, het moet echt geen drempel zijn. En we willen er zelfs naartoe dat we zo meteen ook daar waar we heen gaan, bijvoorbeeld naar de Efteling of naar Ajax, dat wij de kaartjes betalen, zodat die drempel zo laag mogelijk is. Dat even als een eerste introductie. Dit is duidelijk, hebben we net al even aangegeven, dat als je gezond bent, dan realiseer je dat niet, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. Maar als je dan echt ziek bent, dan wil je graag nog één keer en dat is waar we mee bezig zijn. Ons werkgebied is Noord-Holland. Dat is eigenlijk in principe. Vroeger waren het alleen Amsterdam, vanuit Noord-Holland. En de wensenambulance in Nederland is zo georganiseerd dat er op dit moment 7 regionale wensenambulances zijn in heel Nederland. En er is 1 landelijk werkende wensenambulance, die zit in Rotterdam. Dat is de ambulance Wens. Ik kan ook zeggen, nou, het maakt niet uit wie er rijdt, als er maar gereden wordt. Alleen wat wij wel, wat maakt niet uit wat wij ervan winnen. Alleen Rotterdam, als die een rit in Maastricht naar Geleen rijden ze dan en rijden we terug naar Rotterdam. Terwijl er ook een ambulance of een wensenambulance Zeeland is. Of Limburg is. Nou, dus wij hebben iets van, hou het gewoon regionaal. Voor de rest is er geen concurrentie of wat, maar daar zitten van de verschillen. En wij doen het
voor inwoners van Noord-Holland en we doen het met inwoners van Noord-Holland. Wij worden ondersteund door organisaties vanuit Noord-Holland. Dus het is echt een Noord-Hollandse organisatie. Ik kan een heel verhaal vertellen over de oprichting. Ooit begonnen bij de ambulance dienst in Amsterdam. Daar ging een directeur weg en eigenlijk had die ambulance dienst al last van vragen. Kun je een keertje rijden voor ons? Daar hadden ze geen tijd voor. Die directeur van de ambulance dienst ging weg. En de nieuwe directie zei, weet je wat, hier heb je een stichting. Hier heb je een ambulance. Je mag gebruik maken van ons personeel. En ga die wensen maar rijden. Daar komt het ongeveer op neer. Het heeft een paar jaar zo geduurd. Alleen het gaat dan allemaal weer anders werken. Dan groeit het uit elkaar. En uiteindelijk zijn we gekomen tot Noord-Holland. Op dit moment hebben we nog 3 ambulances. Deze is splinternieuw. Die hebben we van de Europa-run gekregen. En een vierde die staat eraan te komen. En ook die ambulance, de laatste hebben we van een stichting gekregen. Die ambulance hebben we van de Europa-run gekregen. Maar vergis je niet, een brancard, een elektrische brancard, kost 45.000 euro. Hè? Dus daar gaat wel geld in zitten. Dat is ook ons probleem een klein beetje. Heel veel organisaties willen wel dingen geven, maar niet de exploitatie. En als wij natuurlijk een ambulance krijgen en een brancard, dan hebben we een investering van 120.000 euro. Moet wel afgeschreven worden. En daar heb je een exploitatie voor nodig. Nou, lukt allemaal wel, maar even wat details. Zo meteen komen de spannende verhalen met Seine. Mag altijd vragen stellen, geen probleem. Nou, als je hem nieuw koopt, dan kost hij al 120.000, 130.000 euro. Wat wij doen, wij rijden heel voorzichtig met die dingen. Omdat wij iemand achterin hebben die ook graag wat wil. En wij rijden niet veel met die ambulance. Wij rijden wel veel, maar niet van kilometers. Dus wat wij doen, wij kunnen op vrij voordelig een ambulance overnemen. In dit geval van Amsterdam. Die kopen wij dan ongeveer van ongeveer 25.000 euro. Moet ongeveer nog 15.000 euro aan opgenapt worden. Dus bij ons staat er een ambulance van 40.000 euro. Dan komt er nog eens een keertje een brancard bij. Die kopen we wel nieuw voor 45. Dus pak een beet voor 90 à 100.000 euro hebben wij een complete ambulance waar we 6 jaar mee kunnen rijden. Zo'n ambulance, dat is ook weer wat aan, want die is niet zo klinisch wit. Ik bedoel, je zit al in een ambulance, maar het moet een beetje vrolijk zijn. Het moet een beetje levendig zijn. Mensen moeten zich er thuis voelen. We hebben daar muziek. Je kan zelfs meerijden met de rit. We hebben dan voor in de webcam. Kan je meerijden. Mensen worden altijd misselijk van, dus hij gaat gauw weer uit. Maar alles is voorzien. De familieleden kunnen gewoon mee achterin zitten. En het ziet er gewoon gezellig uit. En mensen kunnen ook gewoon naar buiten kijken. En je hebt niet het idee dat je echt in een ambulance ligt. Dat vinden we heel erg belangrijk. Dus al onze ambulances zien er zo uit van binnen. Hier nog even een plaatje hoe dat er ongeveer uitziet van binnen. Met wat vogeltjes, een beetje groen. De Amsterdamse grachten die zitten erbij. Nou, hoe ziet die organisatie eruit? Ik zal er niet al te veel over vertellen. We hebben een bestuur met 4 man. We hebben een aantal coördinatoren die dingen moeten regelen. Er moet heel veel geregeld worden. Een wens die komt binnen. En daar, dan denk je, nou wens, je gaat maar rijden. Nee, die moet even toetsen. Van wat is het voor een wens? Wat wordt er gevraagd? Waar gaan we naartoe? Op welke termijn moet het gebeuren? Maar wat mankeert de patiënt? En wat voor zorg heeft hij nodig? En er moet ook even overleg zijn met de medische achterwereld. Dus met een huisarts of met een specialist. Dus dat moet allemaal heel kort gebeuren. En zeker als mensen terminaal zijn, heb je daar misschien maar 1 of 2 dagen voor. En dan moet je nog eens een keer een vrijwilliger vinden. En wij hebben 140 vrijwilligers. Dus zou je zeggen, het is zat. Maar als je 2 dagen de tijd hebt. Nou, als ik aan jullie vraag, hebben jullie morgen even tijd om wat te doen? Dan vraag ik me af wie er op dit moment zegt. Nou, ik heb morgen de hele dag helemaal niks te doen. Eentje, nou ja, hoeveel man zit hier? Nee, maar dat is natuurlijk het verhaal, hè? Een aantal mensen die werken gewoon, dus dat wordt altijd heel lastig. En dat is gewoon echt even stressen voor die wenscoördinatoren. Er moet heel veel geregeld worden in korte tijd. Dat is een wenscoördinator. Daar hebben we er 9 van. We hebben allerlei werkgroepen, want die auto's moeten onderhouden worden. Er moet geld binnengehaald worden met marketing en promotie. Je moet wat aan de ICT doen. We moeten ook aan de scholing doen. Al onze medewerkers die zijn geschoold, die zijn verplicht 2 avonden in de week of in het jaar te komen om gewoon de laatste dingen te oefenen. Hoe ga je met die brancard om? Hoe ga je iemand van een bed oversjouwen naar de brancard? Dat soort zaken allemaal. De chauffeurs moeten getraind zijn. Dus daar zit heel veel andere organisatie achter. Wat heb ik net al gezegd? We rijden voor inwoners en we zijn inwoners van Noord-Holland zelf. En als je dan kijkt van wat we in 2021, toen zijn we eigenlijk weer, daar hebben we een soort doorstart gemaakt. Voor die tijd waren het ongeveer 60, 70 wensen per jaar. En we zijn nu enorm aan het groeien. En vorig jaar hadden we bijna 400 wensaanvragen. Weet wel dat ongeveer 20% van de aanvragen, die wordt gewoon gecanceld.
Gewoon omdat de patiënt te slecht is of soms al overleden is. En dat is ook iets ook voor uw omgeving. Als er iets is, als je maar eens denkt, daar komt iemand van aanmerking, wacht er niet mee. Dat is zo jammer. Je doet er mensen zoveel plezier mee. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de omgeving. Het is vaak het laatste moment dat ze met elkaar plezier hebben. Dat ze met elkaar gelukkig zijn. En daar kijken ze op terug. 140 chauffeurs. Onze chauffeurs, dat zijn allemaal mensen die nog steeds of hebben gewerkt bij brandweer, ambulance en politie. Ik ben van de politie afkomstig en dat is een mooie verdeling. Dus we zijn gewend om onder stress te rijden en wij weten ongeveer wel hoe dat allemaal werkt, om het zo maar te zeggen. En onze medische begeleiders, en daar is Sina er een van. Bijna allemaal zijn ze big geregistreerd. We hoeven ook niet allemaal big geregistreerde mensen hebben, want soms hoef je geen medische handelingen te verrichten. Dan kan het ook met de verzorgende. We hebben twee soorten ritten, A en B ritten. De A is, ja, kan een verzorgende mee. Mensen moeten even naar de wc geholpen worden, soms met eten of wat dan ook. Dan kan het met een verzorgende zijn. Moeten echt handelingen verricht worden. Ja, dan heb je gewoon iemand nodig die big geregistreerd is. De criteria wensen, die staan hier. Er is geen moeten. We gaan ervan uit dat iemand terminaal is en dat gaan we niet controleren. Maar dat merk je vanzelf al. En iemand moet ook liggend vervoerd worden. Als iemand gewoon in een rolstoel kan of gewoon kan lopen, dan kan hij ook een roltaxi nemen of een rolstoeltaxi nemen, wat dan ook. Dus daar gaan we wel vanuit dat iemand wel moet liggen. En het is dus niet alleen terminaal, wat ik in het begin ook al aangaf, ook de chronisch zieken die komen. En dat is eigenlijk een categorie waar we achter komen. Daar hebben we te weinig aandacht aan besteden. Daar willen we meer aandacht aan gaan besteden, omdat we denken dat het ook wel heel belangrijk is. Ook met dementerende mensen, hoe vaak is het niet als je met foto's bijvoorbeeld met mensen komt die dementerende zijn, dat ze dingen herkennen. En wat is het dan niet mooi als je dan ergens heen gaat, dat ze dingen herkennen, ook weer voor de familie. Zijn dat dan wel ook liggende patiënten? Nou ja, dat moet wel liggend zijn. Ja, 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 ja. Maar die heb je ook wel natuurlijk. Hè? Ik had bijvoorbeeld mijn stiefvader, die was ook dement. En die had op een gegeven moment had hij een operatie gekregen, maar een heupoperatie. Die man kon helemaal niks meer, die was ook liggend. En doordat hij dement was, kon hij niet gerevalideerd worden. Eenmaal een beroep doen op de wensambulance, daar houden we ons niet helemaal aan. Dat hebben we ooit al een keertje gezegd. Het moet ook geen feest worden dat je iedere dag zegt van nou kom maar even langs. Maar het kan best zijn dat er meerdere wensen zijn voor één patiënt. Daar doen we dan niet moeilijk over. Geen leeftijdsgrens. Net werd het ook even over kinderen. Gaf Elsa van 5 jaar. Maar wij, sorry. Maar het is van alle leeftijden. Dus dat maakt echt niet uit. Wij vervoeren ook kinderen. Ik moet wel zeggen dat de meesten wel wat ouder zijn. En het mag niet conflicterend zijn met reguliere ambulancezorg. Wij doen dus niet een ritje naar het ziekenhuis om iemand even weg te brengen, omdat het anders te duur wordt. Zeg het maar even plat, hè? De wensaanvragen, nou, ik heb er net al wat aan. Als je bij ons op de site kijkt, dan zie je precies hoe het allemaal werkt. Een formuliertje wat er ingevuld moet worden. En dan wordt er binnen 24 uur contact met de wensaanvrager opgenomen. En dan wordt alles gewoon geregeld. Nou, wordt een dossier aangemaakt. Alles moet bij elkaar gehaald worden. En wat ik net zei, het moet in principe wel binnen 1 dag geregeld kunnen worden. Binnen 1 dag gereden kunnen worden. Dus je kan bij wijze van spreken morgen om 7 uur wegkomen en s'avonds om 12 uur terugkomen. Dat moet mogelijk zijn. Vinden we ook helemaal geen punt. Wat wij wel hebben, als het een lange rit is of een zware patiënt, dan hebben we 2 chauffeurs. Dat heeft alles met sjouwen te maken. En 200 kilometer is ook 200 kilometer terug. En het is inspannend, dus dan hebben we 2 chauffeurs. We zorgen altijd 70 chauffeurs. Het moet gewoon verantwoord zijn. De medische afstemming heb ik ook al wat over verteld. We stemmen altijd even af met de thuisfront, met de hospice, met de verpleegkundige, met de huisarts of wie dan ook. Ook het reanimatiebeleid nemen we daar uiteraard in mee. Van ja, wat moeten we doen als er wat gebeurt? Dat moet ook voor getekend worden. Dus daar willen we absoluut willen we daar helder over zijn. Het zijn allemaal dingen die in de intake worden meegenomen. Het proces heb ik net al wat over gezegd. Dat gaat te veel tijd nemen. Maar dat zie je als je die aanvraag doet, hoe dat allemaal loopt. Daar heb ik eigenlijk al wat over verteld. De wensdag die staat geheel in het teken van de patiënt. Er is geen eindtijd, dat heb ik net al een paar keer aangegeven. In de ambulance kunnen 2 of 3 begeleiders mee. We hebben tot voor kort hadden we 2 auto's, een Volkswagenbus. Er konden 2 extra mensen mee. Nu hebben we een Ford, daar kunnen 3 mee. En een Mercedes kunnen ook 3 mensen mee. Dus in principe kunnen zometeen altijd 3 andere mensen mee.
We hebben ook een strandstoel en een strandbrancard. Mensen vinden het vaak heel fijn om even naar het strand te gaan. En wat is er niet mooier, dat je tot aan de waterlijn kan komen. We hebben een elektrische brancard, dus dat we onze brancard kunnen erop zetten. En dan kunnen we zo naar de vloedlijn rijden. En daar genieten mensen enorm van. Zometeen zullen jullie daar ook een voorbeeld van zien. Muziek luisteren, heb ik net al wat aangegeven. We hebben dus heel veel mogelijkheden. We hebben een aanhangwagen, daar stoppen we dat ding in. En we rijden gewoon naar welk strand je ook wil, rijden wij. En waar ook in Nederland, maakt ook niet uit waar het is. En nou heb ik eigenlijk het saaie gedeelte verteld. En dan komt Saina, die gaat vertellen hoe het de praktijk al werkt. Saina. Dat ga ik doen. Wil jij vast zelf? Ja, ja, ik weet eigenlijk niet. Deze hebben we met z'n gereden. Ik ga meteen beginnen. Ja. nou ja, ik ben dan verpleegkundig op de wensambulance. En Rob zegt, de mensen moeten ervan genieten. Nou, ik ga je vertellen hoe ik ervan geniet. Ines, die is vrijwilliger bij mij. Ik werk als verpleegkundige in Hospice de Schelp. Ines weet het. Ik ga helemaal glimmen als ik mijn verhalen vertel. Want ik vind het fantastisch. Dit was mijn allereerste wens. Rob was de chauffeur. Ik was doodnerveus. Meneer wilde nog graag één keer naar huis. Maar hij had hier op één hoog een harmonium staan van meer dan 100 jaar oud. Dat was van zijn vader geweest en van zijn opa. Meneer moest daarop spelen van zijn opa en zijn vader, maar dat wilde hij niet. Meneer was veel meer geïnteresseerd in violen. Maar dat harmonium, dat wilde meneer nog een keer zien. Er was geen mogelijkheid om met de trap naar boven te gaan, want meneer moest op de brancard blijven. Dus dan wordt de brandweer ingeseind en dan wordt meneer ingehezen, zoals dat heet. Nou, dat voor mij de eerste keer dat je dat ziet, fantastisch. Vreselijk onder de indruk. Boven stond dat harmonium. En daar komt een brandweerman en die zegt tegen mij, speel jij toevallig orgel? En ik zeg, ja, toevallig wel. En hij zegt, jij gaat spelen. En ik zeg, ik niet. Jij gaat spelen. Ik zeg, echt niet. En hij gaat echt voor me staan, grote man, en zegt, jij gaat spelen. En ik dacht, oké. Ik naar boven. Ding was zo vals als het maar kon. Echt, ding was het zo vals als het maar kon. Dus ik dacht, weet je, als ik dan een foute noot speel, hoort niemand dat. Meneer wordt ingehezen. Ik word er nog emotioneel van. Meneer wordt ingehezen. Huilen. Zijn vrouw huilen. Meneer huilen. Ik huilen. Het was zo emotioneel. Die man had het orgel al in geen jaren gehoord. Echt in geen jaren gehoord. Fantastisch. Daarna is meneer weer afgehezen en zijn we naar het Spoorwegmuseum gegaan. Helemaal fantastisch. Alles verteld. Speciale begeleider kregen we. En ondertussen zat ik voorin bij Rob en mijn collega verpleegkundige die mij moest inwerken, die zat achterin, want wij zitten altijd bij de patiënt, bij de wensvrager. En mevrouw had gezegd, hey, denk je dat als Saina straks, want we gaan naar de Domkerk, denk je dat als Saina daar dan straks komt, dat ze ook nog even op het orgel wil spelen als de organist er niet is? Goddank, de organist was er, want dit had ik echt niet gedaan. Nee. Zeg ze nu. Nee, dat had ik echt niet gedaan. Maar dit was mijn eerste wens. Het was fantastisch. Echt. En helemaal, meneer is een paar dagen daarna overleden. Wat je er even bij moet vertellen, zijn dat we daar binnenkwamen. Het was net een beetje na de coronatijd. Het was half in de coronatijd. En die mevrouw was heel voorzichtig. Dus heel lieve mevrouw, maar echt zo'n vuistgevend binnen. Ja. Niks mis mee. En we hebben die dag, zoals Saina het vertelt, en we waren klaar. En die mevrouw wilde ons nooit meer loslaten. Ja. En dat was ook zo tekenend dan. Hè? Ja, ja. Wat voor mij wel heel erg emotioneel ook was, dat ik later hoorde, had mevrouw nog een berichtje gestuurd naar de wenscoördinator. En had ze gezegd, we hebben een fantastische dag gehad, maar dat orgelspelen waar binnenkort ga ik weer. Dat was toch wel het fantastische wat er van de hele dag. Dus ja, dit was echt voor mij de eerste wens, maar ook een fantastische wens. Nou, dit zijn natuurlijk ook de dingen. Dit zijn de VIP-wensen. Zo noem ik het maar. Hier wil iedere chauffeur en iedere vrijwillige verpleegkundige verzorgen. Die wil hier wel heen. Wie wilde nou niet naar een wedstrijd? Ik ben laatst naar Ajax AZ. Mocht ik mee. Vreselijke wedstrijd. Meneer wilde ook niet tot het eind blijven.
Het was echt een vreselijke wedstrijd. Meneer zei, oké, weet je, bij 80 minuten gaan we weg, want anders dan staan we daar in die hal. We gaan zeg maar het Ajaxstadion gaan we uit en dan lopen we, ik ben geen voetbalfan, dus, maar we lopen eruit en we lopen onder het publiek door. Ze gingen allemaal staan en klappen. Nou, je krijgt daar kippenvel van gewoon. Dat is echt zo ontzettend mooi. Nou, en dit is wat Rob zei. We gaan ook met de mensen naar het strand. Dit is onze strandrolstoel. Jullie zien, het zijn speciale dikke banden. En daar kunnen dan mensen moeten dan natuurlijk nog wel over kunnen stappen. En dan hebben we ook de brancard. Die staat hier niet bij de strandbrancard. Nee. En die, daar kan dan de eigen brancard kan daarop. Dus de mensen hoeven niet over te stappen. Die kunnen gewoon op de brancard blijven liggen en dan gaan ze daarop. Nou, en dan krijg je vaak nog van dit soort briefjes. Mag ik nou even die anekdote erbij vertellen? Ja, dit is zo'n mooi verhaal. Ik heb deze wens zelf gereden. Die mevrouw die had 5, 6 weken ervoor te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. En dat het 6, 7 weken zou duren. En wat hadden ze nou geregeld, de familie? Het was in Egmond, in een groot restaurant. Een bijeenkomst met familie, vrienden, om nog één keer. Mijn schoonmoeder zou zeggen, die leeft ook niet meer. Maar beter bij het leven als bij de dood. En dan hebben ze een kopje koffie en gedronken en een gebakje. Toen gingen we naar het strand. Mocht alleen de mensen in de directe cirkel eromheen mochten mee naar het strand. En zij was een echte Amsterdamse. En ze gaat daar in die rolstoel, zat ze daar zo. En ze pakt een baal check. En ze gaat echt zo checken draaien. André Hazes werd opgezet. Lekker even roken. Ze genoot. Ze genoot. We gaan naar huis toe. En wat gebeurt er? Die moet nu die brief maar lezen. Wij worden een paar maanden later opgebeld. Die mevrouw was een week later overleden. Die had er zo van genoten. Die heeft een week voor haar dood al haar kledingstukken voor €5 per stuk verkocht. Ten behoeve van de wensambulance. Ja, dat staat daarin. Ja, en toen ben ik samen met de verpleegkundige die dat gereden heeft, ben ik dat naar die meneer toe gegaan, naar de weduwnaar. En het ging ons helemaal niet om die paar honderd euro. Natuurlijk is hartstikke mooi. Maar het belangrijkste was dat we het verhaal aanhoren van die mensen. En die hebben 2 uur gesproken over hoe mooi die dag was en hoe alles wat er dan bij komt. Maar het is dus meer als alleen het strand. Er komt zoveel bij kijken. En dan zie je bij zo'n situatie. Sorry dat ik even... Nee, fantastisch. De brief, want kunnen jullie het achterin lezen wat er staat? Nee. Lieve allemaal, Yvonne heeft het nog vaak gehad over de geweldige dag die ze meegemaakt heeft door jullie inzet. Een week voor haar dood heeft ze haar kleding voor jullie verkocht en aan haar vrienden. Het geld moest naar de wensenambulance. Nogmaals, hartstikke bedankt. The Sound of Music. Nou, dit is de wens. Deborah was een... toen werkte ik nog op een palliatieve unit en daar noemden ze het patiënten. In een hospice noemen ze het gastbewoners. Deborah was een patiënt van mij en die ging naar de Sound of Music. Deborah was heel, heel erg ziek. Maar zij was zelf, zeg maar, zangeres en amateur, deed ze toneel. En zij deed dus zelf de Sound of Music. Dus zij wilde hier graag nog heel graag één keer heen. Ze is daar geweest en ook in de coronatijd was dus gezegd, ze mocht niet backstage, want dat kon niet, want het is corona. Maar wat gebeurt er? Ze zitten weer in de ambulance en ze rijden weg en er komt een wit klein autootje aan en die rijdt hem voor de ambulance. De ambulance die moet stoppen. Er gaat een raampje open. Zijn jullie van de wensenambulance? Nou ja, het staat er wel op, maar goed, ze vroeg het nog even voor de zekerheid. Ja, dat zijn wij, zeiden mijn collega's, toen nog niet, maar destijds wel. Ze is uitgestapt en ze is gewoon bij Deborah en haar moeder in de ambulance gezongen. En ze hebben samen gezongen. Deborah is de volgende dag overleden. Maar het feit gewoon hoe erg ze hiervan genoten heeft. Ze is bij mij in de dienst overleden, dus ik heb het verhaal nog helemaal gehoord. De volgende dag, ze had pijn overal, want ze was al heel ziek. Maar ze had een fantastische dag gehad. En dan wil ik er heel even op terugkomen, wat Rob dus zegt, ook al in het begin. Meld je gewoon aan. Laat mensen zich aanmelden. Mensen zeggen dan, ja, maar ik ben er nog te goed voor. Dan praat ik met de mensen bij ons in de hospice en dan zeggen ze, ja, maar ik ben er nog te goed voor. Ik ben er niet aan toe. Ja, je bent er wel aan toe. Want nu kan je er nog van genieten. Afgelopen zondag zouden wij een wens hebben. Die kon helaas niet doorgaan, omdat meneer eerder overleden was. We hadden deze week een wens. Afgelopen maandag is er een wens geweest bij ons. Die hebben we naar voren moeten zetten, omdat mevrouw te snel achteruit gaat. En wat ik dus wil zeggen, het is voor de wenscoördinatoren al
soms moeilijk, heeft Rob net uitgelegd, om een wens rond te krijgen. Maar als dan een wens vervroegd moet worden, dan wordt het een spoedwens. En dan is het nog moeilijker om er een chauffeur en een verpleegkundige op te krijgen. Dus als jullie weten dat er mensen mee willen, benadruk het. Nu kan je er nog van genieten en straks misschien niet meer. Oké, ik ga de auto even controleren voordat we vertrekken. Al jaren rijdt Margot mee als verpleegkundige op de ambulance. Zwaar, maar dankbaar werk. Zeker de ritjes van de wensambulance. Je kan ze helpen. En dat is eigenlijk een stuk wat maakt dat je het gewoon wat het fijn is. Ja. Dat mensen blij zijn als je komt. Zo'n 4 à 5 keer per jaar gaat Margot mee als vrijwilliger. De wensambulance, dat is het ideale middel voor mensen die in de laatste levensfase zitten om hun laatste wens, om dat in vervulling te laten gaan. Heel vaak naar het strand vinden mensen toch heel erg mooi. Wat we ook vaak zien, nog even naar een bruiloft van een kleinkind. Of zoals Anjo, naar je eigen 25-jarige huwelijksjubileum. En daar nog 1 keer je echtgenoot horen zingen. Want je bent een mooie lieve vrouw. Het vieren van de liefde in bijzijn van je geliefde. Margot en chauffeur Onno springen bij waar nodig. Gelukkig hoeft het vandaag maar weinig. Tot nu toe gaat het eigenlijk veel makkelijker dan ik gedacht had. Het is natuurlijk altijd inderdaad even kijken. Even kijken ook hoe is mevrouw zelf. Pas als je iemand ziet, dan kun je inschatten van oké, dit gaat zo lopen. Of dit, hier moeten we rekening mee gaan houden. Je past je aan. Dat is eigenlijk als verpleegkundige en met de chauffeur samen. Probeer zoveel mogelijk gewoon de wensen goed mogelijk te laten verlopen. En het gaat goed. Dennis zingt zijn lied, er worden pasjes gemaakt en Anjo straalt. Je stelt gewoon echt gewoon compleet in om zo iemand te helpen en de hele dag te lezen of die het naar zijn zin heeft of die het volhoudt. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dus ik ben wel, na afloop ben ik ook wel moe. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Nou, het is wat Margot zegt. We houden de mensen in de gaten en we blijven erbij. We laten de mensen zelf hun dag bepalen. Soms gebeurt het dat mensen ergens zijn. Ze zijn een dagje in Purmerend bij familie en dan zeggen ze, oh, maar we gingen vroeger nog altijd even met z'n allen een palinkie eten in Volendam op de dijk. En dan gaan we. We gaan een palinkie eten in Volendam op de dijk. Dat soort dingen. Net wat erop zegt, we hebben geen eindtijd. Rij ik vandaag een wens, mag ik vanavond geen, of kan ik vanavond geen afspraken hebben, want we weten het niet hoe laat we thuis zijn. Francis van Broekhoven, Karin Bloemen, Roé Verveer, Fred Teven en Job Cohen. Ja, Rob, hij rijdt ook bij ons, dat klopt. Ja. Hij heeft ervaring. Ja, maar hij is inderdaad ook chauffeur bij ons. Ja. Ik heb, of wel leuk, ik heb, dat staat niet hier in deze voorbeeld, maar een paar maanden geleden heb ik met hem gereden. En dan kom ik binnen bij een gezin, bij een man, ik ga er niet helemaal verder op in, maar die komt binnen en die man kijkt zo. En die vrouw zegt, goh, u lijkt wel Fred Teven. Ja. Nou zegt hij, dat kan wel kloppen, want ik ben ook Fred Teven. En wat was er nou gebeurd? Die man, die had 30 jaar geleden, was hij scheidsrechter en die had een enorme doodschop gehad. En daardoor is hij allerlei kwalen en is hij nu aan het laatste eentje bezig. En zijn hele leven is hij niet meer vitaal geweest. En dat is toentertijd een hele zaak geweest. En Fred Teven was toentertijd officier van justitie. En die wist zich nog, van tevoren hebben we het daar niet over gehad. We wisten het ook van tevoren niet. Die man vertelde dat verhaal. En Fred Teven kon de details ook nog vertellen van dat verhaal. Dus dat maakte op dat wel indruk. En hij was enorm betrokken. En ja, hoe hij ook met die mensen omging. Het was gewoon geweldig om te zien. Ook van Fred Teven denk je, ja, het is zo'n keiharde vent. Maar het is gewoon mooi om zo iemand erbij te hebben. En hij smolt gewoon helemaal. Dat is het verhaal. Zoals Rob zei, moeten wij het dus hebben van donaties. En wij hebben daardoor ook zeg maar af en toe zeg maar kleine dingetjes. We hebben wat wensmuisjes meegenomen en wat waterflessen.
Voel jullie niet verplicht, maar als jullie dit willen, even scannen met de code en dan krijgen jullie dat het betaald is en dan kan er een fles of een muisje meegenomen worden. Achter op de folders staat ook nog een code. Die kunnen jullie inscannen als jullie dat willen en dan kunnen jullie gewoon zeg maar een donatie doen. Dan hoef je niet per se iets te doen. En dan wil ik ook nog even wat anders. Dit is de folder over... Nou, daar kan jij misschien nog wat meer over uitleggen. Er is een loterij. Dat kost 9 euro per keer. En hebben wat prijzen. En iedere 3 maanden worden er prijzen dan uitgegeven. En daar kan je dus voor opgeven. En dan maak je redelijk kans op zo'n prijs. Zijn er geen wereldreizen die je kan winnen. Je kan geen auto's winnen. Maar wel gewoon leuke prijzen. En dat maakt het toch een beetje leuk. Dus als je dat wil, kan je daar aan meedoen. En als laatste kunnen we nog even aangeven dat we ook nog... en dat is niet echt heel erg bekend, maar een appartement in Egmond aan Zee hebben. En dat appartement is van particulieren, die wonen echt aan de boulevard. Die hebben op een balkon, kijk je zo uit over de zee. En die hebben dat beschikbaar gesteld voor mensen die niet helemaal in de belangstelling willen staan als ze strand op gaan, maar toch even van strand willen genieten. Dus daar kunnen we ook gebruik van maken. Dus als jullie mensen weten, kunnen jullie gewoon ons bellen. We moeten altijd wel even kijken of het dan allemaal kan. Maar in 9 van de 10 gevallen lukt dat gewoon. Dat appartement is gewoon fantastisch. Kan je ook met je familieleden in. Kan je een kopje koffie drinken. Kan je een boterhammetje eten. Alles kan daar geregeld worden. Dus dat is ook nog een faciliteit die wij hebben. Ja. Nou, dat was ons verhaal. Misschien komen er straks nog vragen. Laten we eerst gewoon even naar Marjan luisteren. En dan... Zijn er op dit moment vragen? Opmerkingen misschien? Wordt iets tijd zo? Prachtig verhaal. En het enthousiasme van jullie en de inspiratie is zo prachtig. Ja. Te zien, vind ik. Dan denk je van, goh, je hoort vaak zeggen dat mensen zo tegenwoordig een beetje verveeld in hun werk zitten. En dan kijk je naar jullie en denk je, nou, dit kan dus ook, hè? Maar dit is het mooiste wat je kan doen. Ja. Ik zit in het bestuur, ik ben een coördinator, maar het mooiste is gewoon een rit. Ja. Ik heb zondag waarschijnlijk weer een rit. Nou, daar kijk ik naar uit. Ja. En wat het dan ook is, of het nou, het maakt niet uit. Of zelfs een begrafenis is mooi. Ja. In die zin van, nog eentje, dat ik. Dat je niet kan laten. Ik kan niet laten, maar dan ga je erheen. En dan een vrouw die een heupoperatie was mislukt en die ligt in het ziekenhuis, de man is overleden, kon anders niet bij de begrafenis komen. We nemen die mevrouw mee, die kan nog even een ei over de bol geven, de kist nog even dicht doen en de dienst bijwonen. Nou, dat is fantastisch mooi. Nou, zo kan ik nog 100 voorbeelden geven, maar nu hou echt op. Ja. Mag ik een applaus voor... Hartelijk dank. Nou, als jullie allemaal langzamerhand weer zover zijn... dan wil ik heel graag het woord geven aan Pauline Engwert. En zij is dus van Stichting Levensportret. En zij gaat ons meenemen in hoe dat ontstaan is en hoe het in zijn werk gaat. En kort is aan jou. Dankjewel. Nou, als eerste wil ik zeggen dat ik enorm genoten heb van jullie verhaal... en ook super goede ervaringen met jullie stichting heb. En ook als je belt voor iemand, hoe snel jullie klaarstaan en hoe vriendelijk je benaderd wordt. Ja, ik vind het echt heel erg tof. Stichting Levensportret maakt helemaal kosteloos een videoportret van je leven. Het is voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Het is een prachtige zin. Het helpt bij het vinden van rust en zingeving en is daarnaast een waardevol houvast en blijvende herinnering voor nabestaanden. Het is Mark de Hond. Hij overleed in 2020 aan kanker. En toen hij kanker kreeg, hij had 2 kleine kinderen, toen heeft hij zich laten interviewen door allerlei bekende Nederlanders. En daar is een prachtig portret over zijn leven door ontstaan en dat heeft hij nagelaten aan zijn kinderen. En toen hij overleden was, toen dachten zijn broers van, het is eigenlijk zou iedereen dat moeten kunnen doen. En het is toen begonnen inderdaad met, ook voor gezinnen met jonge ouders, of jonge ouders met jonge kinderen. Nou, daar had jij het net even over, hè. Toen is Stichting Comma ontstaan. Maar Brian, die merkte van dat er eigenlijk veel grotere vraag was. Niet alleen voor jonge gezinnen, maar ook voor oudere kinderen of voor gezinnen, voor opa's en oma's. Eigenlijk wilde iedereen wel een portret maken. Hij is toen uit Stichting Comma gestapt en is gewoon een hele nieuwe stichting begonnen. Stichting Levensportret, dus het is echt naast elkaar. En Stichting Levensportret is voor alle leeftijden. Jong, oud, het maakt niet uit. Nou,
Het is een redelijk jonge stichting nog. Dus in maart 23 zijn de eerste portretten gemaakt. En in april zag ik hem bij Humberto Tan zitten. Hij vertelde daar zijn verhaal. Met de cameraman erbij. En ik was direct gegrepen door het verhaal. En dat had vooral te maken omdat ik zelf als medisch maatschappelijk werker op de polykliniek werk. In het oncologisch centrum in Alkmaar. En ik dus heel veel mensen spreek, in alle leeftijden, maar ook heel vaak de ongeneeslijk zieke patiënt. En ik merk heel vaak de zoektocht naar, ik wil wat nalaten, maar hoe doe ik dat? En je merkt heel vaak aan patiënten dat op het moment dat ze wel een uitgezaaide ziekte hebben, maar nog behandelingen krijgen en nog hopen op jaren van leven, dat hun hoofd helemaal niet daarnaar staat om dan ook inhoud te geven aan wat laat ik na. En dus dat gesprek daarover, dat hadden we dan wel, maar het kreeg geen vorm, kreeg geen inhoud. En ik merkte ook heel vaak, als dan het einde van het leven nadert, als geen behandelingen meer helpen en de behandeling wordt gestaakt, dat mensen eigenlijk te ziek worden of te emotioneel zijn om dat überhaupt nog in gang te zetten. Want wat ga je doen? Ga je een brief schrijven? Ga je kaarten maken en schrijven voor elke leeftijd dat het kind nog wordt? Of nou, noem maar op. Ik hoorde Brian dat vertellen en toen ik dacht eigenlijk meteen van ja, dit is dus een product waarvan ik denk van dit is zoveel makkelijker dan zelf achter een papiertje zitten en een brief schrijven aan de kinderen die je moet achterlaten of aan je kleinkinderen die je moet achterlaten of aan je partner die je moet achterlaten. Nou, je vrienden, familie, noem maar op. Hij zei ook in dat interview dat hij op zoek was naar vrijwilligers als gesprekspartner. Ik dacht van ik heb volgens mij mijn langste tijd als maatschappelijk werker gehad. Maar wat doe ik daarna zelf aan zingeving? En toen dacht ik, ik ga me aanmelden. En ik denk dat ik 3 weken later op stap ging en mijn eerste portretten mocht gaan maken. Super tof. Dus zo enthousiast als jullie zijn. Ja. Dat ben ik ook hoor. Echt heel erg. Ja. Wat ik merk is vooral dit stukje. Rust en zingeving. Het is ongelooflijk hoe de geportretteerde, hè, we hebben het dan niet meer over patiënten, maar de geportretteerde zelf rust ervaart en rust uitstraalt als het klaar is. Als we dat portret hebben gemaakt en het is afgerond, dan is het, dat is klaar. En ik heb een aantal van mijn eigen patiënten mogen interviewen. En die sprak ik dan ook nog daarna. En die konden dat ook zeggen. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb, want ik kan het loslaten. Sinds 1 maart 23 dus aan de gang. Toen we deze presentatie maakten, ik denk dat 2 maanden geleden is, zaten we op 321 portretten. Een hoop vrijwilligers. En alle aanvragen zijn ook gehonoreerd. Het is voorzichtig starten, dus ik denk dat we dit jaar naar de dubbele hoeveelheid gaan. En ook in heel Nederland. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Mensen kunnen zich heel eenvoudig aanmelden. Via de website een formulier aanklikken. Je hoeft alleen je naam, je leeftijd, even op wat voor kinderen heb je. En dat is het. Dan wordt er binnen 24 uur of binnen 2-3 dagen zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Er wordt gebeld. En dan is het een beetje aanvoelen. Zit er spoed achter? Want soms, dat herken ik heel erg uit jullie verhaal, is het van in het hospice. Ik hoorde nu net van vader is heel erg slecht. Kan je morgen komen? Dat kan eigenlijk. 100% is gehonoreerd. Dus dan gaan we ook. Maar het is net even prettiger als je een beetje tijd hebt dat je over 2-3 weken kan plannen. Wat er dan gebeurt is, ik krijg een belletje van Brian, want die neemt op dit moment nog al die aanvragen aan. En die vraagt van, ik heb woensdag om zo laat een portret daar en daar gepland, kan jij heen? En dan ga ik. Ik bel de mensen van tevoren even op. Ik ben Pauline en ik mag morgen bij jullie komen om een portret te maken. En dan vraag ik even van, wie is daar? Ben je alleen? Dan mag een partner bij. Je mag je broer, je zus uitnodigen. Als je wilt dat je kinderen erbij zijn, mag dat. Heel veel mensen willen het ook gewoon alleen doen. Maar dan weet je een beetje de situatie die je daar kan aantreffen.
We zeggen tegen mensen, bereid je maar niet voor. Laat het maar gebeuren. Geen gedoe, maak je niet zappel. Het komt echt allemaal goed. We hebben er zoveel gemaakt. Dus ik vraag wel altijd, vooral als ik daar ben, ook van, zijn er nou dingen die je absoluut niet benoemd wil hebben? Wil je waar ik niet naar mag vragen? Nou, dat is heel af en toe iets. Ingewikkelde scheiding, noem maar op. Soms liggen er gewoon dingen waarvan ze denken, daar wil ik, of een ingewikkelde jeugd waar je soms uit moet blijven. Ik kom daar aan, maar samen met een cameraman of cameravrouw. Super toffe gasten zijn dat altijd. Dat zijn allemaal jonge mensen. Ja, ik vind dat echt zo leuk. Want iedereen, maar dat merk je bij jullie natuurlijk ook. Iedereen doet het omdat ze hart voor de zaak hebben. En dat vind ik echt heel verfrissend in zo'n vrijwilligers, organisatie. Ik ga samen met de cameraman, cameravrouw, daar wachten we elkaar even op en we gaan samen naar binnen. En dan vragen we eerst eens even, we maken contact en zeggen we, goh, wat is nou de fijnste plek om te zitten? En waar zit u graag? Maar de cameraman of vrouw kijkt ook eventjes van, hoe is het lichtval? Wat is het beste? Wat heb je dan nog een mooi diepteplaatje? Die gaan ze vervolgens als spullen klaarzetten. En ik ga gewoon in contact met de mensen om zo snel mogelijk een ontspannen sfeer te creëren. Nou, dat lukt eigenlijk altijd heel erg goed. Mensen zijn natuurlijk altijd gespannen, maar je kan ze vrij snel relaxen. En dan als de camera staat, dan gaan we van start. Mensen krijgen zo'n microfoontje om, de camera erop. En ik interview de mensen over hun leven. Dus ik zit naast de camera en de mensen praten met mij. Dus ze kijken een beetje langs die camera heen. En een interview begint altijd bij het begin. Dus zeg altijd begin bij het begin. Goh, vertel eens, waar ben je geboren? Waar heb je wiegje gestaan? Hoe zag je ouderlijk gezin eruit? Hoe was de sfeer in jullie gezin? Wat voor contact had je met je broers, met je zussen en met je vader en je moeder? Hoe groeide je op? Had je vroeger dromen wat je later wilde worden? Wat was de keer dat je voor het eerst verliefd werd? Wanneer heb jij je man ontmoet? Weet je dat nog? Weet je die eerste zoen nog? Dan ga je een beetje dat. Ik probeer alle aspecten van het leven te raken. Dus echt wel geboorte, lagere school, middelbare school, werk. En we kijken een beetje, we halen daar wel de highlights, probeer ik eruit te pikken. En waar het meestal over gaat is eigenlijk, wat betekent die broer nou voor je? En wat is het, hoe is je band nu met je broer? Wilde je vroeger altijd al moeder worden? En hoe was het dan om voor het eerst zwanger te zijn? En weet je nog, het hangt een beetje van af ook. Waar ze het voor maken, dat probeer ik ook altijd een beetje te peilen. Zijn het jonge kinderen, dan is 9 van de 10 keer, we maken het. Ik wil heel graag een portret voor de kinderen. Dus dan gaan we heel uitgebreid in van hoe was het om zwanger te zijn. Weet je nog wat je voelde toen je je kindje voor het eerst vasthield? Hoe ontwikkelde dat kindje zich? Herken je iets van jezelf in je kind? Soms kom je wel eens bij een oma die zegt, ik wil dit echt voor mijn kleinkinderen. Dan gaan we de kinderen ietsje vlotter door. En dan nemen we de kleinkinderen allemaal, zetten we ze in het zonnetje en vertellen we, vraag ik naar de band. En, vervolgens hebben we dan een soort mooi begin. Maar we willen natuurlijk ook naar een soort einde toe werken. En het einde is meestal van, dan hebben we de kinderen gehad en de kleinkinderen gehad. En daarop volgend van, goh, als je nou zo je leven overziet in zo'n uur, anderhalf, twee uur soms tijd. Waar ben je dan trots op in je leven? Wat maakt je echt trots? En zijn er ook nog levenslessen, als je daar zo aan denkt, die je door wil geven aan je kinderen? En wat gun je je kinderen? Wat zou je ze toewensen? En op het moment dat dat soort vragen gesteld zijn, de mensen hebben daar antwoord op gegeven, dan ontstaat er een soort van, het is rond, weet je wel. Dan zie je mensen ook denken van, ja, zo is het goed. Dus daar stoppen we mee. En dan geven we vervolgens de mensen, zeggen we ook van, nou, het is, de take wordt trouwens in één stuk opgenomen. Zet de camera aan,
Alles wordt opgenomen. We doen soms wel eens een pauze. Soms zijn mensen hartstikke moe of moeten we ongelooflijk naar de wc of willen we een enorm lekker kopje koffie. Dus dan doen we een pauze en de camera blijft doorlopen. En dat doen we eigenlijk omdat er soms ook gewoon gouden momentjes zitten in die pauzemomenten. Dat die man even naar zijn vrouw toe gaat en ze even lekkere vette knuffel geeft. Of dat die kinderen iets geks doen terwijl ze denken de camera staat uit. En er zijn soms hele mooie beelden. Dus daarom laten we hem helemaal doorlopen. Ook aan het eind, als we zeggen van, dit was mooi en dankjewel voor het gesprek. Of dit was mooi, het voelt rond en dankjewel voor dit gesprek. Dan zie je soms ook nog eens een extra knuffel of nog even een ontlading of even ergens over lachen. Nou, dat is allemaal heel fijn om te doen, om te zien. En we geven dan mensen ook altijd nog de gelegenheid van, ja, je hebt nu zo met mij zitten praten. Je mag ook nog even iets rechtstreeks in de camera zeggen, als je dat zou willen. En dan proberen we ook een beetje daar de ontspanning in te brengen door het zeggen van, ja, veel mensen zeggen nog even, nou lieve schat, ik wil nog zeggen, ik heb dit voor je gemaakt en ik hou heel veel van je en nou ja, noem maar op. Nou, sommige mensen maken daar dan nog gebruik van, maar lang niet iedereen. Gaan we langzaam weer een beetje op de aarde terugkomen en ronden we af, worden de spulletjes opgeruimd, dan gaan we weg. En dan krijgen mensen het was altijd na 5 werkdagen, maar als de portretten heel veel worden, moet daar iets meer tijd voor, want de cameraman gaat nog editen. En die krijgen dan, ze krijgen het digitaal toegestuurd, het portret, mogen het nakijken. Als ze iets erin zien dat waarvan ze denken van, ja, dat vind ik niet fijn, dat had er niet in gemoeten, dan mogen ze dat aangeven, dan halen we dat eruit voor ze. In hele sommige gevallen, ja, is er iets niet oké gegaan of iemand zegt van, ik ben zo'n essentieel iets vergeten, dat moet er echt in, dan gaan we ook nog een keertje terug, maar dat gebeurt niet zo heel veel, maar soms, ja, dat kan gewoon. Zo'n portret duurt zolang het duurt. Eigenlijk hetzelfde als jullie, alleen gelukkig nooit een hele dag. Het is best hard werken, moet ik zeggen. Mijn portretten zijn meestal zo rond een 1,5 uur. Dan kan je echt wel heel veel in vertellen. En je merkt vooral dat laatste stuk, dat is eigenlijk altijd waar het gewoon om draait. Ik had een mevrouw en we zaten te praten en die zei van, wacht even, want ik wil straks ook nog vertellen over die vakantie in Afrika. En dan gingen we verder. Oh, ik wil trouwens ook nog vertellen dat ik daar gewerkt heb, maar daar kom ik straks nog op terug. Maar dan loopt het gesprek zo en dan komen we bij die kleinkinderen en dan zegt ze daar zulke mooie dingen over. En dan is het zo'n, ja, echt waar het om gaat in het leven voor haar. En dat ze zegt, laat die vakantie in Afrika maar zitten. Het is wel goed zo, weet je wel. Uiteindelijk gaat het toch daarom. Hoe lang gaat zo'n productie dan duren? Want je bent zo lang bezig om het op te nemen. Ja. Je hebt niet alles in de productie. Dus dat we dan nog comprimeerd nemen. Nee, we zetten alles in de productie. Alles, dus ja, ze krijgen gewoon 2-3 uur aangeleverd. Oké, dat ja. Ik misschien wel comprimeren. Nee, dit, het is... Er gloort wel een mooie toekomst als er financiën beter worden. Om dat nog veel meer uit te breiden. Om te kijken, kunnen we er muziek onder zetten? Ja. Kunnen we wel nog beelden maken, misschien op het strand? Of meer editen, meer aandacht daaraan besteden? Maar nu wordt het gewoon in één stuk opgenomen. En dat is wat het is. Dat is het. Ja, ja. En mensen zijn daar over het algemeen echt wel hartstikke blij mee. En ik denk, soms denk ik wel eens van, ik weet niet of kinderen dat nou gewoon nog heel vaak op gaan zetten. Maar die mevrouw of die meneer heeft zoveel voldoening dat dit gedaan is en dat ze rust hebben. Ja, dat is super tof om daar te zijn, om dat te doen. Ik heb het er ook wel vaker over nagedacht en we hebben het erover gehad. Weet je, als je een kindje krijgt en Charlie is nu wie ze is, dat je gewoon denkt, ja, wat wil ik haar meegeven? Of wat vind ik belangrijk hoe zij is voor zichzelf en de wereld? Ze hoeft van mij niet slim te zijn of grootste dingen te bereiken. En vaak hoor je mensen zeggen dat je gewoon wil dat je kind lief is voor zichzelf en voor de omgeving. Of dat iemand gewoon blij en gelukkig is. Maar wat ik wil dat Charlie leert, is dat ze leert om veerkrachtig te worden. Omdat moeilijke momenten en
zwaarte er gewoon sowieso bij gaan horen. Want dat is gewoon onderdeel van wat het leven is. En dat ik hoop met ook met dit verhaal wat ik heb verteld, dat ik ook voor haar een voorbeeld kan zijn. Dat je nog zo hard op je bek kan gaan, maar elke keer terug kan komen. En dat je daar lef voor nodig hebt. En dat je daar liefde voor nodig hebt. En dat je daar lieve mensen voor nodig hebt. En ik weet nu dat er zoveel lieve mensen om Charlie heen zijn. Dat zij zo'n netwerk heeft waar ze in kan leunen. Die ze ook om hulp moet vragen als dat nodig is. En dat ze nooit moet schromen om hulp te vragen. Of haar hart te luchten. Wat het ook is waar ze mee zit. Omdat dat gaat helpen om door dingen heen te komen. En te zien dat ook als het heel slecht gaat. Dat als je gewoon dicht bij jezelf blijft. Als je over dingen praat. Als je dingen doorvoelt. Dat je er altijd weer doorheen komt. En dat je daar sterker en sterker en veerkrachtiger van wordt. En dat veerkracht wat mij betreft gewoon het belangrijkste is wat je kan ontwikkelen. Ja. Ja, ik denk dan van hoe mooi als je het gevoel hebt dat je dit hebt. Wat een rust zal het geven als je dit in ieder geval verteld hebt. En dat je kind altijd terug kan kijken om hier naar, nog eens naar te luisteren. En, zijn ook... Ik krijg ook vaak reacties van mensen later, dus na het overlijden, hoe ze dat hebben ervaren. Ja, ja, ja. Het wordt eigenlijk altijd goed ervaren. Hoewel ik nog steeds wel... Maar goed, dat is mijn beperkte ervaring nog maar in een jaar, hè. Ja. Dat ik vooral merk aan degenen die geportretteerd zijn er weer op terugkomen. En ik heb zelfs een van mijn patiënten mogen portretteren. En die was zo blij dat ze dit gedaan had. Een jonge vrouw met kinderen van 19 en 20 jaar. Hele sportieve vrouw, zat bij een zwemclub. En die was daar zo enthousiast over dat ze in het laatste half jaar, want ze is 2 weken geleden overleden, zijn haar vrienden een stichting voor haar gestart. Het heette Nienke, Sporten voor Nienke heette de stichting. Om alles geld wat daarin gegenereerd wordt, doneren ze aan Stichting Levensportret. Maar het mooie daarvan was dat ik haar daar, het gaf haar leven dat laatste half jaar nog zoveel zin om daarmee bezig te zijn. En haar dochter gaat dan in die stichting van Sporten voor Nienke, gaat in het bestuur zitten, weet je wel. Ja, het is toch waanzinnig. Ja, ja, echt heel mooi. Zijn er verder vragen? Volgens mij moeten de vragen branden. Eigenlijk is dat stukje portret maken eigenlijk. Hetgene wat wij als hulpcoördinator bij de intake meemaken bij mensen thuis. Wat wij op intake voor de hospice gaan. Dus heb je echt ook dit soort verhalen. Precies, ja, precies. Dus het is vastleggen daarvan. En de verhalen worden natuurlijk veel makkelijker aan jullie verteld en aan ons verteld dan aan die man die toch altijd al aan de eettafel naast je zit, want die kent het verhaal al. En je merkt ook vaak dat mensen denken van ja, maar alles is al gezegd. Maar vaak is het helemaal niet zo. Want het is alleen maar gevoeld en het is een keer aangetipt, maar het is nooit echt uitgesproken. En dat uitgestaande van je net de vragen stellen die eigenlijk zo eenvoudig zijn. Precies. Voor jezelf als stelling. Precies. Maar omdat je eigenlijk aan de buitenkant zit, stelt hij opeens een ander van ah ja. Ja. Je stelt hem net even anders. Je durft er ook naar te vragen. Krijg je hem in. Ja, mooi. Ja. Dus ja, ik ben ongelooflijk enthousiast. Ook wij zijn afhankelijk van donaties. Ja, dat is bij nog een startende stichting best wel een ingewikkeld iets. Want we willen heel graag dat het in de lucht blijft. En dat we al die mensen een gratis portret kunnen geven. Dus wij... We vragen niet de mensen, maar als ze er naar vragen, geven we wel aan dat ze een collectebus online kunnen starten. En we hopen natuurlijk heel erg. En dan kunnen ze delen op social media en dan, dat gaat fantastisch. Dus als ze er zelf naar vragen, dan geven we wel aan van goh, je zou ons op deze manier kunnen supporten. Ja. Ja. Dat het heel helpend is voor de achterblijvers dit, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Voor de achterblijvers en, ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar voor die geportretteerde zelf. Is, ja. Is,
En waar jullie ook werken of wie jullie zijn, maakt me niet uit. Maar noem het. Laat het weten dat het bestaat. Maak het laagdrempelig. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het is geen gedoe. Wees op tijd ook wat je zegt. Hè. Iemand die zei ook van, ja, kun je deze week komen? Want ik heb nu mijn haren nog. Want volgende week ga ik aan die chemo beginnen. En ja, het is ook belangrijk dat je er zoveel mogelijk als jezelf opstaat. Maar goed, als je nog net, ik ben ook iemand geweest, echt in zijn allerlaatste dagen in een hospice. En die had liet een dochter van 15 achter. En die was vet aan de morfine, al die meneer. En die had 's morgens ook een flinke dosis gehad. Dus het was zo lastig wakker houden. Maar dan hebben we ook alleen maar over zijn dochter gesproken, hè? Hoe was het dat ze klein was? Lijkt ze op je? Wat voor leuke dingen heb je met haar gedaan? Als je aan de vakantie denkt, op welk moment denk je dan? En wat wil je kind nalaten? Dus het was gewoon een kwartier lang alleen maar liefde over dat kind. En toen was het ook klaar. Dus ja, dan is het zo. En dan is het ook goed. En die meneer was echt rust. Misschien wel mooi om te vertellen. Ik denk dat jullie bij mijn buurman zijn geweest. Oh ja. En ze waren zo positief over jullie, hoe jullie het hebben. Oh ja, ja, mooi. De manier van vragen stellen en de sfeer. En ja, ja. Dus ik denk dat het wel mooi om even terug te maken. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. En dat is natuurlijk de allergrootste kunst. Net als dat jullie de dag blij en opgewekt. Zo proberen we hem ook, hè. Vooral in ontspanning. We moeten ook kunnen lachen en ook leuke verhalen. Maar we moeten ook dat laagje dieper raken. Want ja... Daar gaat het ook over. Dus ja. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Gaan jullie alleen gesprekken aan? Of is het ook zeg maar dat je een soort van filmreportage maakt of zo? Wij hadden bijvoorbeeld laatst iemand in de hospice. En die wilde heel graag nog wat dingen doen met haar man. Maar die was te ziek om met de wensambulance mee te gaan. Mm-hmm. Dat hebben we toen in de hospice geregeld. En toen moesten we dus een fotograaf regelen om zeg maar daar foto's van te maken. Maar zouden jullie dat dan ook kunnen doen? Zeg maar dat er een film van gemaakt wordt. En dat, of is dit echt dat je een gesprek aangaat? Nou, dit is wel een beetje het product, zou ik maar zeggen. Hè? Echt een portret van jouw leven. En ik zou me voor kunnen stellen dat als we groeien en financieel, dat we dan gewoon wel andere dingen kunnen doen. Ja. En elkaar daar ook in zouden kunnen helpen. Ja. En het nog mooier kunnen maken. Ja. Ja. Maar dit is echt wel, de kern is echt dat levensportret. Vertel eens over je leven. En ook die moeder met zo'n jong kind. Daar, niet deze moeder, ik ging naar een andere moeder toe. Ook dat kind ook later kan zien van wie was mijn moeder nou toen ze jong was, weet je wel. Was zij ook zo druk of zat ze ook altijd te tekenen of hield ze ook van vadertje, moedertje spelen? Kon ze goed leren of was het wiskunde of was het taal of weet je, dat soort dingetjes. Dus ja, en dan heb je wel het gesprek nodig om echt dat leven te pakken. Maar hoe kom je daarop? Ik bedoel, stel jij die vragen? Ja. Of ik bedoel, dan moet je natuurlijk wel... Ja. Hele open vragen stellen. Niet het lijkt me stem. Hoor je jouw stem ook in het filmpje? Ja, je film, okay. Ik zie je niet mijn beeld, maar wel de vraag. Ja, de vraag wel. Ja. Ja. Dat was natuurlijk nu niet. Was nee, dat klopt. Ja, dit is natuurlijk een prachtig met muziek eronder en zacht licht en zo. Ja. Het is wat anders dan het portret, want dat is gewoon één beetje statisch beeld. Dan, Ik stel de vragen en ja, dat is wel het harde werken ervan. Om te kijken van om echt door te vragen natuurlijk, om echt tot de kern te komen. En sommige dingen ook weer laten liggen, want daar voel je ook, nee, dat maar niet. En, nee, want het zullen wel, kijk, deze vrouw, die vond het dus heel talig, die sprak mooi. En dan denk ik, je zult ook mensen hebben die dat niet zo hebben, die niet zo talig zijn. Klopt. Dus die dan... Weet je wel, zo meer. Van dat, dat lijkt me dan heel moeilijk. Klopt. Om die mensen wel tot een goed dat ze iets zeggen waar te krijgen. Dat je denkt van... misschien ook niet, want het zo is om iemand ook natuurlijk. Precies, dat probeer ik ook te bedenken. Ja, dat moet je natuurlijk ook. Het kan wel een trucje zijn door zelf een beetje voorbeeldig te gaan noemen. Dus als je vraagt van, goh, hoe voelde het om je kind vast te houden? Ik zeg maar wat. Ja, iemand kan... Geen idee, leuk, weet je wel. Zo, was leuk of was fijn. Of,
Maar dan kan je wel door zelf een beetje voor... was het heel warm? Was het iets wat je had verwacht? Voelde je gelukkig? Was het... Weet je, zo... En door een beetje voorzetjes te geven... komen mensen zelf ook wel. Ja, soms moet je een beetje invullen en een beetje directief. Ja, ja. Want niet alle mensen... Je kan niet 2 uur lang open vragen stellen bij iemand die... Nee, dan wordt het... Het wordt een heel leuk. Kort portret, ja. Ja, nou, nee, maar... Ja. Ik bedoel, ook voor de, van de vragen stellen. Nou, dat is, het is best wel werken, ja, dat meen ik serieus. Ja. En soms moet je, precies wat jij ook zegt, iemand is ook wie die is. Ja. Dus dat probeer ik dan ook wel los te laten op een gegeven ogenblik. En ik heb ook wel eens iemand gehad die gewoon niet zo heel erg blij over zijn ene kind ging praten. Ja, en dan denk ik, oh... Narigheid, weet je wel. En dan probeer ik dan wel een beetje te keren en door andersoortige vragen te stellen en te vragen naar dat er wel leuke momenten waren in het leven. Ja, en soms dan kan ik het toch niet helemaal keren. En dan denk ik, ja, dan is dit maar wat het is. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. En als iemand nou heel erg emotioneel wordt of draai je dan ook weg of dan blijft het toch gewoon doorgaan? Ja hoor, nou, nee, emoties horen erbij. En emoties kan je ook wel heel snel temperen, hè, door toch door te praten. Hè. Dus even de ruimte te geven en dan doorpraten. En soms zeg ik ook wel, goh, zullen we even pauze houden? Want dan kunnen we even de mascara bij werken en zo, bij wijze van spreken. Dus dan gaan we, ja. En het is ook wel mooi om de tranen te zien in het portret eigenlijk. Ja. Mooi hoor. Dat was het. Ja, jullie dankjewel. Nou, we gaan hem inhoudelijk afsluiten. Er is straks nog gelegenheid om met elkaar na te praten met een drankje en een hapje. Maak daar zeker gebruik van. Het is vaak fijn om nog even met elkaar uit te wisselen. Mag allemaal in het Nederlands, hoeft niet in Engels. Dus, dan geef ik nog even Astrid het woord. Ja, oké. Okay. Ja, de spreek is in ieder geval hartelijk dank. Oh, nou, kijk, heel mooi. Nou, prachtig. En dan, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Ja. Oh, maakt me helemaal niet uit. Heb jij een voorkeur? Nee hoor. Geef ik die aan jou? Dankjewel. Supermooi. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Ontzettend lief. Dankjewel. Ja. En bedankt voor de uitnodiging. En er komt vanuit ook Café Dood gewoon een donatie jullie kant op. Oh, super tof. Ja. Nou, op de volgende keer weer. Dankjewel.